Een hele goede avond, lieve allemaal. Vandaag gaat de show over, nou, one of my favorites, inleennagels. Hoe doe je dat nou, hè? Hoe beslis je nou wat je erin kunt? Kun je er alles eigenlijk in verstoppen? Want dat is het eigenlijk. Als ik voor mezelf spreek, inleennagels vind ik geweldig om juist diepte te creëren in mijn art. Daar denk ik ook echt over na en meer in lagen, hè, gaan bouwen. Natuurlijk hebben we ook art vanavond van mij en van Gino. En ik ben natuurlijk niet alleen. Maar voordat we daar naartoe gaan, moet ik zeggen, we gaan beginnen. De inleennagel. Natuurlijk, hè, je kunt ook special effects in gaan bouwen in je inleennagel. Daar hebben we ook hele prachtige demos voor klaarstaan voor jullie. Maar ja, laten we snel naar de tafel gaan, want daar zit Pepijn samen met de dames. Hallo! Ja, daar zitten we met z'n drieën. Hallo! Goedenavond! Nou ja, die inleennagel, inderdaad ook van jullie favoriet, mijn favoriet. Ja, zeker. Vorige week hebben we het al uitgebreid gehad over wat er nou belangrijk is bij het veilen van dat muurtje. Hè? Ja. Nu gaan we naar het belang van de inlay zelf. Mm-hmm. Want die heeft natuurlijk behoorlijk wat invloed op dat muurtje en de structuur van de nagel. Ja, zeker. Je hebt echt wel, als je dus inlay wil gaan maken, heb je dus echt ook wel een goed hoog muurtje nodig. Hè? Hoe meer je erin wil stoppen, hoe meer je eigenlijk de hoogte van het muurtje nodig hebt, inderdaad. Ja. Dus ja, de stand van het sjabloon is ook weer heel belangrijk eigenlijk. Dus je moet echt even gaan kijken wat voor vorm wil ik gaan maken. Ja. En aan de hand daarvan, hoe ga ik mijn sjabloon plaatsen? Aan de hand daarvan weer koppelt dat aan hoe hoog wordt dat muurtje. En zo kun je bepalen wat je erin gaat stoppen eigenlijk. Ja. Dus het is een optelsommetje. Ja. En dat muurtje, dat is niet alleen natuurlijk dat je die veilt. Want je moet hem vlijmscherp maken, maar je moet daar ook contrast in aanbrengen. Hè? Zodat er visueel duidelijk scheidingspunt is tussen nagelbed en vrije top. Ja, nou ja, wij doen altijd het muurtje natuurlijk inschilderen of glitters er tegenaan leggen. Zodat je natuurlijk daar de diepte al gelijk creëert. En als je van daaruit gaat werken naar je inlay, dan heb je gelijk hoogteverschillen. Dat is echt heel mooi om te zien. Ja, wat ik heel gek vond om te zien, ik weet nog wel, ik was een keertje met jou aan het filmen. En toen ging je dat muurtje schilderen en jij ging gewoon roekzichtloos over dat nagelbed heen, met dat inpassen van dat muurtje. Ja. Nou, en ik dacht, wat gebeurt me nu? Ja. Maar dat is geen enkel probleem, hè? Nee, dat is geen probleem. Dat is altijd leuk ook als je, ik denk altijd in lessen, hè? Dus als je een les hebt, is het zo dat mensen dat heel vaak voor het eerst zien en denken, oh ja, maar op dat nagelbed gaat het nou dan nog goed komen? Ja, dat komt goed. Het nagelbed is altijd natuurlijk zo gezet dat we uiteindelijk nog kunnen veilen. Ja. En we dus altijd eigenlijk vanaf de bovenkant van het muurtje, vanaf het nagelbed, toch eigenlijk nog altijd een klein stukje teruggaan. En dan, ja, dan vel je dat wat je eroverheen hebt geknoeid. En hij wordt veel strakker. Vel je weg. Ja, inderdaad. Dat is ook een belangrijke wat Deborah inderdaad zegt. Want je moet natuurlijk altijd zorgen dat je het volledige muurtje ingekleurd hebt of ingeschilderd hebt. Mm-hmm. Nou, en hoe weet je zeker dat hij volledig is als je hem er net overheen zet? Ja, maar merk je dan ook vaak dat, kijk, in mijn tijd, ik ben natuurlijk een oude rot in het vak, daar is ook jouw tijd trouwens. Mm-hmm. Niet mijn tijd. Nee. Die komt nog wel. Wij brachten dat contrast natuurlijk ook aan met acryl. Ja, klopt. Hè, met zwarte acryl bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan maakten we ook dat contrast. Ja. Maar als ik de nagel dan ging cappen, dat wil zeggen dus de overlay over de verlenging ging maken, was ik toch wel gewend om dan ook het nagelbed daarin mee in te pakken. Ja, klopt. Dus op te bouwen. Ja, ja, ja. En daarom schrok ik zo. Ja. Want als je dat op die manier doet, dan krijg je nooit die scherpe lijn. Maar dat werkt eigenlijk niet meer zo met de inlay van tegenwoordig. Je brengt, of de muur, die breng je gelijk al zo strak aan dat je dat minimaal hoeft te veilen. En dan hoef je alleen de bovenzijde nog maar egaal te maken en is die eigenlijk gelijk goed. Vroeger moest je natuurlijk heel veel terugcorrigeren en weer netjes maken. En nu is het eigenlijk, zet je hem best wel vanaf het begin meteen goed op, zodat je zo min mogelijk vuilwerk nadien nog maar hebt. Ja, dus daarmee bescherm je natuurlijk ook je inlay-elementen. Absoluut. Want je wil eigenlijk zo min mogelijk, zo min mogelijk vuilwerk, maar er moet ook altijd een schutslaag, een beschermingslaag zitten tussen het oppervlak van de nagel en je inlay. Ja. Egaliseren, hè, doe je eigenlijk. Egaliseren. Ja, want dat, ik noemde het al net cappen. Mm-hmm. Wat is jouw ervaring als studenten of beginnende nagelstylisten die de eerste keer die nagels gaan cappen? Het gaat regelmatig fout, op heel veel verschillende vlakken, zowel productgebruik als wat gaat er nou eigenlijk verkeerd, terwijl je dat aan het doen bent.
Waar je goed op moet letten is dat sowieso het product tussen alle inlay-elementjes terecht kan komen. Want anders kun je inderdaad luchtbelletjes overhouden, vrije ruimte zeg maar, in die nagel, in die verlenging. Wat ook heel veel gebeurt is dat mensen heel hoog opbouwen. Dus daar gaat het dan eigenlijk al fout bij het muurtje. Stel je voor, ze hebben het muurtje wat te hoog gelaten. Maar ze gaan dan gelijk die hele nagel egaliseren met veel te veel product. Om maar gelijk aan dat muurtje te komen. Dat gaat ook heel vaak fout. Je moet die nagel in zijn totaliteit gaan zien. Dus het muurtje is daarin ook weer belangrijk. Hè? Dat je dat goed in de gaten houdt. Het loopt eraf. Bijvoorbeeld een Russian Almond heeft twee schuine zijkanten. Kap je eerst in aan één kant, dan onder de lamp. En daarna kan je de andere kant doen. En dan ook onder de lamp, dat is een hele fijne methode die ik heb geleerd, dat het niet naar de zijkant druipt. Heb je nog meer, er gaat heel veel fout of te weinig gebruiken. Je moet goed aan de onderkant kijken dat je hairline aan de onderkant dus ook voldoende product heeft. Het kan fout gaan op heel veel verschillende vlakken met zo'n nagel, dat is wel echt zo. Ja, is het ook nog zo dat, in mijn tijd gebruikten we ook het cappen van de nagel, om dan daarna nog de nagel te gaan pinchen. Mm-hmm. Want door de clear acryl die je daar dan overheen bracht, werd de onderlaag zachter. Ja. En kon je dat pinchen. Helemaal weer in model brengen. Ja. Dat doe je nu eigenlijk al voor het cappen. Ja, maar dat kan ook daarna, want ik doe dat met de gel nog steeds zo. Mm-hmm. Want ook de gel wordt weer wat zachter wanneer je er een tweede laag overheen legt. En dus of je met gel of acryl doet, ik doe dat eigenlijk nog steeds. Okay. Op die manier. Dus dat kan echt nog steeds. Dat is wel heerlijk natuurlijk. Ja, dat is heerlijk. En je kunt het dan ook wel aanpassen. Ja, en wat natuurlijk het voordeel is van pinchen nadat het cappen is gedaan, is dat je dan ook het lijnenspel van de nagel werkelijk ziet. Zeker. Want je hebt natuurlijk de neiging, of ik denk dat mensen de neiging hebben, die het inlaygedeelte, dus de vrije rand, is altijd natuurlijk smaller visueel dan het nagelbed. Dat moet. Ja. Maar als je dan de massa erop zet, krijg je hem gelijk aan het nagelbed. En als je hem dan vanuit dat nagelbed inpincht, krijg je natuurlijk een hele mooie slanke nagel. Ja, dat zou inderdaad kunnen. En wat dan belangrijk is inderdaad niet om twee delen op te leggen. Want dan kan je niet meer pinchen. Dan zul je hem in één deel op moeten leggen. Ja, breng hem altijd in één keer op. Ik ben juist wel een voorstander van iedere stap moet al goed zijn voordat je naar de volgende gaat. Dat is een beetje mijn manier van denken. Ja. Ik snap heel goed dat het beide kanten uit kan natuurlijk. Dat begrijp ik. Maar ik vind dat moet perfect zijn. Is het niet perfect, ga je het opnieuw maken. Hè? Zo zit ik in elkaar. Dus ik maak hem eigenlijk alleen maar af. Het enige wat ik met de gel nog doe, hoe ik heb, is egaliseren. En dat is eigenlijk het enige. Of hij moet uit elkaar zijn gaan staan. Dan zeg ik, nou wacht, ik kom bij je. Ik ga even uitleggen hoe ik jou dit nog een keer kan laten pinchen. Dus een noodgevallen. Nou, wat is het toch een technisch verhaal allemaal. Ja, hè? Ik bedoel, als we eenmaal beginnen te praten over alles wat met technieken te maken heeft. Nou, ik denk vreselijk. Dat we gewoon niet weken meer. Aan een stuk praten. Jaren. Bij het inmaken van een inlaynagel is het natuurlijk juist heel leuk om mooie combinaties te gaan maken in die nagel. Zeker. Nou Jess, ik heb van jou allerlei dingen voorbij. Jij bent natuurlijk een echte artiest. Hoe fantaseer jij nou die combinaties bij elkaar? Ja, ik denk echt meer in lagen. Ik bedenk eerst wat voor special nail, want dat is een inlaynagel eigenlijk, wat voor nagel ik wil maken. En daar pas ik de rest op aan. En een beetje mijn trademark is, zoals Risa, die doet eigenlijk op alle 10 echt prachtige inlaynagels. Reversed Frenches natuurlijk. Maar ik pakte eigenlijk altijd maar 4 van een hele set. Dus de overige nagels hebben dan, die kleur die komt dan weer terug, die ik dus in die inlaynagel heb gebruikt. Ik probeer, bijvoorbeeld, ik wil een zee. Een zee-ensemble wil ik maken. Dus dan ga ik echt denken van wat wil ik dan in die inlaynagel gebruiken. Dus laten we zeggen dat ik druppeltjes in die ondergrond ga gebruiken. Misschien met mooie glasgels en de blauwtinten. Natuurlijk een paar chameleon flakes en allemaal kleine leuke special effect dingetjes. Dan ga ik hem cappen, dus het inzielen van die nagel. En daarop dan bijvoorbeeld weer om in die zee, dat zeegevoel te blijven. Bijvoorbeeld een zeester met plastigel of juist gaan schilderen. Dat soort, combinaties, zo bedenk ik het eigenlijk. Ja, inderdaad. Nou, over combinaties gesproken, de volgende eerste demo staat klaar voor jullie. En Cerisa, die maakt ook een prachtige nagel. En die combinaties die zij heeft gemaakt, echt supermooi. Kijk maar mee.
Nou, de verlenging, het nagelbed, alles zit er al op. Ik heb het nagelbed strak geveild. Er kan eigenlijk niks meer verkeerd gaan. Dus als het goed is, is er dadelijk geen weg meer terug. En wat ik altijd heel erg leuk vind, maken met een French en zeker met een leuke inlay, is dat ik eigenlijk een soort schilderpaletje naast me heb liggen, waar ik zo eigenlijk beetje bij beetje wat bij kan pakken waarvan ik denk dat ik op dat moment nodig heb. En dat is eigenlijk iets wat je een beetje tussendoor voelt of moet bekijken. Dus kom even meekijken naar het paletje wat ik hier heb liggen. Ik heb verschillende dingen neergelegd wat ik allemaal graag wil laten zien. En misschien, het kan net zo goed zijn dat ik iets niet pak, maar ik ga proberen om het allemaal in de juiste balans neer te zetten. Dat vind ik heel erg leuk. Ik begin altijd aan de zijkant. Bij de snorretjes, ingroeipuntjes. En dan lak ik hem tegen het muurtje aan. Het is heel belangrijk om dat muurtje echt van boven naar beneden gelakt te hebben. Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat je de cat eye of een andere gel polish dus aanbrengt met een penseeltje tegen het muurtje om hem scherp te krijgen. En voor het tweede gedeelte eigenlijk nu is het inlakken van de verlenging. Gebruik ik gewoon het kwastje uit het flesje, want dat gaat gewoon veel sneller. En nu ga ik geen huid meer raken als het goed is. Dus duif gewoon met het kwastje. Ik lak met het kwastje dus over de verlenging heen. Naar de zijkanten. Ziet mooi donker worden. Nou, ik heb nu de ondergrond al aangebracht. Ik heb de cat eye gebruikt. En zoals jullie hebben kunnen zien, is dit natuurlijk al een hele leuke French op zich. Het zou natuurlijk dan heel erg zonde zijn als ik hier overheen alles vol ga leggen met glitter. Dus ik ga zorgen dat ik in ieder geval de ondergrond altijd blijf zien. Hoeft niet helemaal, maar ik wil wel de bijzondere stukjes wil ik nog een beetje zichtbaar houden. Ik ga nu verder met het volgende gedeelte. En dat is het gebruik van een beetje glass gel. Die ga ik aanbrengen op de nagel en dat is om nog een beetje meer accent te geven aan die mooie strakke French, aan de smileline. Ik ga de donkere, de blue glass gel gebruiken om dit te creëren. Ik ga met de blue glass dus even langs het gebied rond de smileline om daar nog wat diepte te krijgen. Je ziet natuurlijk al het mooie donkere blauw van de cat eye. En die wil ik nog eigenlijk een beetje extra accentueren zo aan de bovenkant. Nou, in een inlay kunnen natuurlijk geen glitters ontbreken. Het hoeft niet per se. Zonder glitters kan het ook heel mooi zijn, maar ik ga ze wel gebruiken. Om de glitters vast te plakken heb ik lijm nodig. En daarvoor gebruik ik altijd een transparante topgel. In dit geval dus de Supreme Finish. Ik leg wat neer, niet te veel. Zodat ik een leuk accent in de nagel krijg straks. Je hoeft het niet heel netjes neer te leggen. Maar zorg dat je in ieder geval nog steeds je mooie cat eye ziet. Je glitters ziet. Je donkere stukken ziet. Dus dat er nog steeds van alles gebeurt. Nou, normaal gesproken ben ik natuurlijk altijd van less is more. Maar ik vind het toch leuk om veel dingen te gebruiken. Alleen vind ik het leuk om veel te gebruiken, maar dan overal een beetje van. Dus ik ben nog niet klaar. Ik ga er nog een beetje groene glasgel overheen zetten. Om nog wat extra effect te krijgen. En ik geef daarmee nog een extra effect over de opaaltjes en de glittertjes. Ik gebruik niet te veel. Gewoon even een beetje oplichten. Dat is echt voldoende. Ik blend hem een beetje uit. Nou, als je een inlay hebt gemaakt en je hebt glitters gebruikt en glasgels gebruikt en je wil echt de transparantie behouden zoals je hem nu ziet, dan is het allerbelangrijkste dat je de standaard beelden clear gebruikt. Nooit de fiber gebruiken, want die is echt niet transparant. Je zou power gel clear kunnen gebruiken, maar dan zie je toch echt wel verschil dan dat je deze gel gebruikt. Dus ik ga de standaard beelden clear opbrengen. Dat is wel een beetje een dunne gel en mijn nagel is best wel gepinched. Dus ik ga eerst het ene vlak inkleuren, uitharden. En daarna het andere vlak inkleuren en opnieuw uitharden. Kijk of je aansluiting hebt met de bovenkant. Controleer je vorm. En dit mag alvast uitharden naar de zijkant. Nou, ik denk dat ik alvast weet wat ik op mijn eigen nagels ga doen voor de volgende keer. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot volgende week. Nou, wat een ontzettend mooie combinatie, hè? Dat zijn jullie wel met me eens, toch?
Hey, Sarissa, ik zie dat jij dus ook echt wel alles mooi op voorhand klaar hebt gelegd, hè? Doe je dat eigenlijk altijd? Als ik voor mezelf spreek, ik doe dat dus juist bewust. Want klanten zijn behoorlijke eksters. En als ik op het moment bedenk van ik ga blauw doen en ik pak dan al mijn blauwe inleespulletjes, dan willen ze oh en die en die en die. Dus heb jij daar bewust voor gekozen, hoe je dat allemaal gaat gebruiken? Nou, dat vind ik een hele leuke vraag, Jess. Het gaat bij mij eigenlijk verschillende kanten op. Ik kan zeggen, we gaan lekker zitten. Hè? En wat wil jij voor kleur? Die uiteindelijk, als je naar je nagels kijkt, welke kleur wil je dan zien? Dat vind ik heel belangrijk, want dat is de leidende kleur dan in die nagel. Dus dat zal ik er altijd bij pakken. Mm-hmm. En ik pak dan verschillende combinaties daarbij. Ik pak het dus wel, in tegenstelling tot jou, er toch bij. Maar die klant van mij, dat scheelt natuurlijk, die weet dat zij echt niet alles krijgt wat op dat blaadje ligt. Dus jij beslist. Dus ik beslis eigenlijk van ja, alles kan erin, maar wat vinden wij samen straks nou leuk om te zien? En met het spelen met bijvoorbeeld glass gels eroverheen, zoals ik in die demo deed, dat geeft die nagel weer een heel ander effect. Ja, wow. En soms is dat echt een verrassing, waardoor je denkt, oh, maar nu is misschien dat erbij ook wel heel erg leuk. Mm-hmm. Zeg je nou, dat dan leg je alles dus op je palet neer en dan ga je alsnog pas daarna besluit of je het wel of niet gebruikt. Ja, dat doe ik in sommige demo's ook. Misschien hebben jullie dat wel eens gezien. Dan leg ik gewoon wat op mijn palet en sommige dingen gebruik ik ook niet. Ja. Oh, oké. Okay. Ik ga gewoon in. Ja, nou, ik kijk gewoon wat zou leuk zijn. Nee, dat vind ik niet. Want dat vind ik juist altijd het hele lastige. Omdat als je dus alles erin gooit of legt, is dat of een waanzinnig leuk totaalplaatje, mm-hmm, of een bepaald aspect van wat je had neergelegd, een bepaald ding, zie je niet meer doordat al het andere erbij ligt. Dus ik wil dat zie kun je in het filmpje ook goed zien. Mm-hmm. Ik wil dat alles wat ik pak ook echt duidelijk zichtbaar is. Een doel heeft. Ja, bij mij moet alles een doel hebben, want anders. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat is ontwikkeld in de laatste jaren. Is dat vroeger was de inleenagel, want de inleenagel bestaat al heel lang. Ja. Hè? Echt, die bestaat al, ik denk al 30 jaar. Ja. Maar vroeger was de inleenagel de ondersteunend aan het ontwerp wat daar vervolgens overheen ging. Ja, yes, en tegenwoordig is dat de nagel. Het design. Het design. Ja. Het kant-en-klare design. Het want ik weet nog van design. Jouw vroegere vooral stiletto's, had je een heel mooi inlay die op zich al prachtig was. En ja, maar dat zag je daar niet van. Nee, want je ging er krullen en dit en dat. En ja, dus je had eigenlijk al klaar kunnen zijn. Maar dit is wel efficiënter in ieder geval. Ja, eens natuurlijk. Maar ja, ik vond het allebei mooi eigenlijk. Het is eigenlijk best lastig hoor, hè, om de juiste keuze te maken met wat er in die nagel zit. Zonder dat je het een overschaduwt met het ander. Het moet wel bij elkaar passen. Kijk, je kunt er wel alles ingooien en een grote kermis maken, maar dat is niet mooi. Ik zeg, ik gooi dat wel veel in, maar het matcht wel bij elkaar. Ja, het is niet van, joh, je moet wel de verschillende onderdelen natuurlijk ook een functie geven. Zeker weten. Ja, natuurlijk. Die opaal zit erin omdat het een zo mooie opaal is. Als je daar vervolgens een laag glitter overheen gaat aanleggen. Ja, dan zie je hem niet meer. Dat is zonde dan van de effort. Het verkopen van inlay designs, hoe gaat dat tegenwoordig in de salon? Want in mijn tijd was het echt zo dat ik bepaalde eigenlijk wat er werd gemaakt. Ja, dat heb ik eigenlijk ook een beetje. En, ja, zo gaat dat. Ja. Maar komen tegenwoordig klanten naar de salon toe met foto's? Of zijn zij dus leidend in wat er gebeurt? Minimaal. Ja, ze hebben wel een vaag idee, noem ik het altijd. Maar ze zeggen toch, maar jij hebt altijd nog beter ideeën. Dus doe jij maar wat jij wil met een beetje die kleurstelling. Zo gaat het eigenlijk in mijn geval. En heel vaak hebben ze wel foto's van mij gezien. Nou ja, ik heb natuurlijk vrij lange nagels over het algemeen. Zeggen ze, ik vind het heel mooi, maar dan iets minder. Dus of iets korter natuurlijk. En daar wordt wel veel mee gedaan. Maar het is wel altijd meestal 19 keer vrije hand. Dus, dat verkoopt eigenlijk ook het beste. En wat je zelf draagt, dat verkoopt natuurlijk helemaal het beste. Ja. Jessica, hoe gaat dat eigenlijk bij jou? Want jij hebt natuurlijk ook wel, jij bent natuurlijk bekend om het feit dat jij art maakt en dat soort dingen doet. Ook altijd de vrije hand? Of komen ze binnen met, nou, ik heb nu iets gezien? Dat is heel verschillend. Over het algemeen, doe maar. Meestal geven ze dan kleur aan en dan ga ik daar een design in mijn geval op aanpassen. De inleenagels, die verzin ik dan wel echt helemaal zelf. Maar er komen wel eens klanten die bijvoorbeeld met een cartoon, dit is een leuke set, die heb ik gezien. Dat vind ik leuk, maar ik wil niet copy-pasten. Dat vind ik niks aan, dus ik zal ook nooit dezelfde set maken. Ik wil altijd wel die vrije hand en mijn eigen zwoem daarin kunnen geven. Want uiteindelijk is het maar reclame. Dus mijn handtekening moet wel altijd te zien zijn, ja. Nou hebben wij natuurlijk ook met z'n vieren een hele duidelijke handtekening. Ja. Wij hebben ook een bepaalde bekendheid. Dus ik denk ook dat als iemand bij jou probeert een afspraak in te plannen, dan zijn ze alleen al blij dat ze bij je mogen komen. Bruidjes, meestal in de zomer doe ik wel eens een setje inderdaad. Ja.
Maar wat voor adviezen kunnen we nou geven voor de kijker? Die iemand Juist, die nog niet bezig is met, die nog niet 100.000 sets inlees mm-hmm. heeft gemaakt. Ja, ik denk dat sowieso als je een set inleennagels gaat maken, dan is het... Sorry, ik moest even beeld wisselen. Als je een set inleennagels gaat maken, dan is het natuurlijk heel erg leuk om te laten zien wie ben je, wat kan je en hoe wil ik opvallen. Want dat is een beetje hoe wij denk ik denken. Wij hebben een ander soort doelgroep. Wij hebben de nagelstylist als doelgroep. En jullie doelgroep is natuurlijk de klant. En dat betekent dat je ook een beetje vlot klaar moet zijn. Dat je ongeveer moet weten wat je gaat pakken en wat dan die opbouw is. Daar kan je op dat moment dan misschien niet zo lang over nadenken. Ik zou zeggen wat ik thuis altijd doe, en dat is meer om cursisten dingen te laten zien, is gebruik gewoon tips, vooral stiletto tips, maar je kunt ook gewoon de ovale tipjes gebruiken. En zet daar een aantal inleevoorbeelden, zet dat op een tip, want dat kun je ook nog makkelijk veilen. Dan moet je wel heel dun nagelbedje opzetten en daar kan je niet te hoog in werken. Maar je kunt bijvoorbeeld wel zeggen van, ik doe bijvoorbeeld een design met alleen gel polish, met een klein glittertje. En bijvoorbeeld een design met inlay shells. En bijvoorbeeld een design daarna met, hoe heet het ook weer, die steentjes? Ja. Opalen. Opalen. En bijvoorbeeld met de diamond confetti of met mirror inlay. Ja, dat je kan van alles bedenken. Leg het neer op een rijtje en laat zien wat bijvoorbeeld een glass gel polish doet voor je glitters. Ja. En zo kunnen klanten dus al een keuze maken wat voor effect ze leuk vinden. Ja, en mm-hmm. zet ook elke 3 weken zelf een setje op met een leuke inlay. En maak die foto's. Ja, zeker. Roep dat je kaas hebt. Hè, ja, maar dat is je eigen beste verdienmodel. Zijn je eigen nagels. Dat zeker. Blijft gewoon zo. Waar je ook komt, ook als mensen je aanspreken bij een supermarkt. Goh, mooie nagels. Waar ga jij? Nou, dat doe ik zelf. Ja, maar wat zo kost ging dat? Het vroeger bij mij altijd. Ja, ja. Ik ging zo hard tuurlijk. Op die manier. Ja. Dat was echt... ik zou aanraden, doen we elke 3-4 weken een nieuwe set met helemaal andere spulletjes erin. Ja, dat verkoopt echt zo goed. Ja, het hoeft natuurlijk ook niet een full set inlay te zijn. Nee, natuurlijk want niet. Nee, hoor. Nee. Als we inderdaad dan die voorbeelden gaan maken, dus jullie gaan thuis die voorbeelden maken en je legt die dan klaar, of je hebt die nog van al die e-works. Ja, of je precies. Ja. Gaan we die designs dan per stuk ook prijzen? Nou ja, ik zou zeggen, dit is de stukprijs en dit is de setprijs. Ja. Ja. Zo zou ik het zelf doen. En hoe zou je dat die balans zoeken? Dus laten we zeggen, een stuksprijs is 10 euro voor een nagel. En wat zou dan de setprijs zijn? Ja, bovenop je opvulling komt dat. Wat komt erbij? Dus je basisopvulling is zeg maar 50 euro. Mm-hmm. Dan komt er toch 10 euro bij per dat. Want het is het extra werk. Als dat het kost per nagel, 10 euro, dan komt het er wel bovenop. En dat vinden sommige mensen misschien moeilijk om dat mm-hmm. zo te vragen. Maar jouw werk gaat er wel in zitten. Jouw materiaal gaat erin zitten. En de mensen krijgen daar echt iets heel erg extra's voor. Ja, dus ze krijgen wel. Ja, dus als ik er 10 wil, ja, in dan, dit geval, ja, betaal ik 150 euro. Ja, zeker. Maar dat is ook een hele rendabele... Reële setprijs. Ja, dat ligt er ook wel een beetje aan hoeveel inlay je daarin doet. Ja, eens. Doet, maar daarom heb je die set. Ja, daar bouw je van tevoren. Wat vraag jij voor een tip? En die tips liggen klaar met een geprijsd aantal, zeg ja, maar. Ja, dat kun je inderdaad dus doen. Dus dan kun je gelijk zien van zoveel inlay. Vraag ik 10 euro, zoveel inlay. Ja, 5 euro, zoveel, 2,50. Want dat scheelt echt onwijs in Ja, en dan weten mensen meteen waar ze aan toe zijn. Ja. Maar dan wel even natuurlijk terug naar de realiteit. Want die 150 euro, ik kan me voorstellen dat je denkt, wow, dat is heel veel geld. Ja, dat is wel. Maar verkoop je ook werkelijk die 10 nagels? Nee, meestal niet. Of zijn het er 2 of 4? Meestal. Nee, bij mij altijd 10. Ik vind dat het mooist. Ja, maar ik denk dat het bij jou ook anders gaat. Ja, het is anders, sorry. Ja. Ja, ik moet want af door... ik denk dat jij van tevoren ook bepaalt, ik wil deze set hebben voor een portfolio. Ik wil die foto hebben. Ja, maar zij hebben. Is ook een stylist. Dit is de prijs. Ja, misschien is dat is voor jullie misschien helemaal hartstikke onbelangrijk. Maar ik zeg altijd, een set inlay is tussen de 100 en de 150 euro en ik bepaal wat erop komt. Ja. 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 Nou, zo deed ik dat ook, ja, vroeger. Het is, ja, zo werkt dat een beetje. Ja. En eigenlijk jij ook. Dus mensen moeten het leuk vinden om te komen. Dan één heel moeilijk ding, en dat is natuurlijk tijd. Ja. Want ik kan wel leuk bij jouw klant zijn, of laten we eens even dat bij Jessica, ik ben bij Jessica klant, en ik kom lekker binnenlopen 's ochtends vroeg, en ik zeg, nou Jess, ik heb eigenlijk vandaag wel zin, je mag hier losgaan, ik wil vandaag, zonder dat je het weet, van tevoren, 10 stiletto nagels tot volle lengte schabloon, helemaal volgezet met inlay. Ja. Hoe kun je dat nou het beste aanpakken, Jessica? Ja, eerst een kop koffie drinken. Voorbij komen. Nou ja, ik plan sowieso altijd wel ruim, want ik ken mijn klanten inmiddels wel. Maar ja, dat wordt wel heel erg lastig, want dat is natuurlijk extra tijd. En veel extra tijd dan een normale salonnagel, hè, een almondnagel, die Pepijn dan normaal altijd bij me zou dragen. Dus ja, dat zou ik dan echt wel... Ja, sorry Pepijn, maar dan moet ik dan echt toch volgende keer met je afspreken. Want het kost extra tijd. Stel,
Mijn klant komt binnen en die heeft altijd mooie almondnagels, maar die wil nou dit keer, en nogmaals, dat zou ik dan verzinnen, inleenagels. Ik plan daar wel ruimer voor, dus dat doe ik sowieso. Uiteindelijk zijn mijn klanten inmiddels ook mijn modellen geworden. En niet zozeer meer klanten, omdat ik toch ben gaan minderen. En ik gebruik, net zoals Sarissa, wat Pepijn net ook al vertelde, mijn klanten, de nagels van mijn klanten, voor mijn portfolio. Echt op Facebook om te promoten. Ja. Sprekend over Facebook en een portfolio, het is dus eigenlijk mijn reclame. En ik heb een hele prachtige commercial voor jullie klaarstaan. En dat is, ja, we krijgen nieuwe producten, hè. En dit zijn alvast een piepje. Dit zijn 6 nieuwe glaspolishes. En daar gaan we nu even naar kijken. Mooi, hè? 6 nieuwe glaspolishes. Ik kan niet wachten. Natuurlijk heb ik er al mee mogen spelen. Want de foto's, hè, die jullie zagen van alle tipjes die in de commercial te zien waren, waren van naast mij, ook van Sarissa. We hebben een soort collaboration gedaan met elkaar. Superleuk. Gillian heeft natuurlijk die prachtige foto's gemaakt. En Cheyenne heeft de prachtige commercial geëdit tot wat hij nu is. Dus ja, bij Dream Team, hè? Geweldig. Hey. Nog iets, hè? Woensdag 7 april, dan gaan we een keertje weer live. Want dan staat Nail Talk Live in het teken. Want we hebben natuurlijk 6 nieuwe glaspolishes, maar we hebben nog veel meer andere nieuwe producten. En daar gaan Pepijn en Sarissa jullie van alles over vertellen en laten zien natuurlijk. Want deze nieuwe producten lanceren wij tijdens ons kortingsweekend. En die zal zijn van 9 tot en met 12 april. Daarin krijg je 20% korting op het oude assortiment en natuurlijk 10% korting op alle elektrische apparaten. Bij ons of een van onze distributeurs, natuurlijk. En zijn jullie al ingeschreven op onze nieuwsbrief? Dat kunnen jullie doen als jullie het nog niet zijn, door een mailtje te sturen naar info@nailtalklive.com. En in die nieuwsbrief staan echt alle dingetjes die komen gaan in onze shows, dus dan blijf je natuurlijk altijd op de hoogte. Hoe je ook op de hoogte kunt blijven van ons natuurlijk, is als je ons volgt op Insta en op Facebook natuurlijk, maar ook op YouTube. En ons kanaal daar heet Magnetic Nail Talk. Dus vergeet je dan ook niet te abonneren, zet je notificaties aan en dan blijf je altijd op de hoogte wat er nog komen gaat en wat je kunt verwachten van ons. Nou, weet je, heel veel gekletst natuurlijk. Ik wil jullie nog wel even vertellen wat voor nieuwe producten er te komen staan. Hè? Dus de glaspolishes heb ik net al benoemd. 6 nieuwe prachtige kleuren. Daarnaast hebben we hele super toffe inlay. Vandaag gaat het dus over inlay. Maar inlay juwelen, jewels. We hebben 6 verschillende soorten en 3 verschillende kleuren. Dus zilver, goud en rosé. Geweldig toch? Daarnaast hebben we ook nieuwe neon pastels die komen gaan. En die neon pastels zijn super vet. Dus ze zijn heel fel, maar toch ook weer niet, want ze zijn pastel. 4 kleuren daarvan. En geweldig, dus die moet je ook zeker hebben. En ik kan niet wachten, want die heb ik dan nog niet om daar mee te mogen werken. Even spieken. Oh ja, en we hebben neon inlays. Ook 6 stuks daarvan. Maar Pepijn en Sarissa gaan jullie daar natuurlijk alles van laten zien. Deborah en ik laten ook nog eventjes wat zien. Maar dat gaan we allemaal nog lekker even uitwerken. Dus super geweldig en echt, echt awesome om mee te gaan werken. Goed, een nail art, want daar hebben we nu even lekker tijd voor. Gino, die staat klaar. En Gino die gaat een demo laten zien aan jullie. En die gaat hele mooie
easy flowers, zoals hij ze noemt, maken. Maar die ondergrond is eigenlijk ook gewoon een inlay. Hij maakt hele mooie glitters en eigenlijk een hele mooie fading. En daarop gaat hij een hele mooie design maken. Maar eigenlijk kun je dat ook gewoon als techniek gebruiken, als inlay. Dus kijk maar gezellig mee naar Gino. Tot zometeen. Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie een design laten zien, een lekker feestelijk design, vol met glitters en mooie witte bloemen. Kijk maar mee. Zoals je ziet heb ik hier één laag Black is Black gel polish gezet. Deze heb ik 30 seconden uitgehard in de lamp. Dan heb ik hier twee glitters, gouden en de roze, gepakt. Dan heb ik een oud penseel genomen. Dan neem ik de goud. Ik hoef niet veel. Dan ga ik naar mijn nagel en dan ga ik het gewoon hier en daar in een swirlvorm aanbrengen. Ik neem nog wat goud. Zo van boven tot onder. En dan ga ik over in de roze glitter. De donker oud roze glitter. Dan ga ik weer naar mijn nagel. En dan hier en daar in het goud en om het goud heen plaats ik de roze glitter. Dan heb ik nog wat oude dingetjes in mijn laadje gevonden. Wat van die flakes. Daar ga ik een paar van aanbrengen. En nog een soort van hele oude hexagons, wat ik nog ergens gevonden had. We knallen er gewoon alles op. Want ik wil dat het een feestelijke nagel wordt. Een feestelijke ondergrond. Als je je ondergrond gevuld hebt, mag die 30 seconden in de lamp. Hierna gaan we hem aflakken met de extreem mat. Dus die ga ik alvast schudden en ik lak hem af. Ik trek hem zwevend eromheen en ik vul hem helemaal rondom aan. En dan mag hij 1,5 minuut in de lamp. Als de nagel uitgehard is en de ondergrond goed mat is, gaan we beginnen met de bloemen. Daarvoor heb ik een beetje Liner Gel White en White is White Gel Polish gemengd. En ik gebruik mijn Detailer 3 om een bloemen te maken. Nou, ik ga hier een blad maken. En wat ik doe is, ik zet mijn penseel neer. Ik druk vrij hard, zodat mijn haren van mijn penseel uit elkaar gaan. En dan trek ik hem in de gewenste vorm. En dan volgende blad. Ik druk heel hard, zodat hij breed wordt. En ik trek hem. En ik ga omhoog met mijn penseel. Ik duw de gel van het eerste blaadje opzij, waardoor je een witte, bredere lijn gaat krijgen. Dan mag deze even 30 seconden in de lamp. Als de tip is uitgehard, gaan we verder met de definities aanbrengen van de bloemblaadjes. En dit doe ik met de pure Liner Gel White. En waarom niet met het gemengde? Omdat het gemengde is wat dunner en het Liner Gel is wat dikker en blijft daardoor hoger liggen om meer 3D-effect te krijgen. Dus met mijn Jessica's Choice neem ik wat Liner Gel op, Liner Gel White, en dan ga ik langs de bloemblaadjes heen. Nou, dan breng je gewoon wat lijnen aan om die definitie duidelijk te maken. En dat geeft toch nog net dat kleine beetje extra's aan de nagel. En je kunt daardoor ook gewoon zorgen voor een puntje aan het bloemblaadje. En omdat de Liner Gel goed blijft liggen, kunnen we gewoon doorgaan. Ik wil nog wat strepen en krullen aanbrengen. Ik zet hem dik aan en terwijl ik hem naar me toe trek, laat ik hem dun uitlopen. Ik denk dat ik hem voor zo goed laat, want ik wil natuurlijk niet de hele nagel bedekken, omdat we anders de ondergrond niet meer zien. Dus deze mag even 30 seconden in de lamp. En natuurlijk moeten daar wel wat steentjes en billions bij. Maar ik ga beginnen een beetje rubber base op te nemen met mijn Jessica's Choice. En plaats op de nagel waar ik mijn steen wil hebben. Nou, hier wil ik een steen hebben. Dus die gaan we erop zetten.
Dan doe ik hem heel even 10 seconden in de lamp, zodat ik zeker weet dat de steentjes blijven zitten en niet eraf schuiven. Nu ga ik mijn billions aanbrengen. En ook die kun je overal aanbrengen waar je wilt. Ik zet ze altijd graag om het steentje. En je ziet altijd met die billions, het maakt het net allemaal af. En als hij dan uitgehard is in de lamp, dan heb je een prachtige feestelijke nagel. En hij is meteen helemaal klaar, want je hebt hem al afgelakt met de extreme mat. Kijk maar mee. Hier is hij dus met de prachtige ondergrond en de witte bloemen. En deze kun je natuurlijk op verschillende manieren maken. Deze twee zijn mat, deze twee zijn glanzend. Alle twee heel mooi. Je kunt kettingjes maken met de billions. Je kunt het op alle verschillende manieren doen. Bedankt voor het kijken. Maak feestelijke nagels. Maak er een feestje van. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug. Tot ziens. Nou, het is sowieso een feestje, want het is weer woensdagavond, hè? Hartstikke leuk. En hoe leuk is het eigenlijk, hè? Dat je door die glitters al een supermooie diepte-effect krijgt in je design. Deborah, jij hebt de volgende demo, hè? Die staat van jou klaar. Jij laat ook een hele mooie inlay zien, hè? En hij komt mij heel bekend voor. Heb je hem al niet een keer eerder laten zien, maar dan als gewoon design? Want dat is eigenlijk ook hoe ik werk. Ik maak hem eigenlijk altijd eerst als design. En daarna ga ik denken, hé, maar dat kan ook heel mooi als inlay gebruikt worden. Doe jij dat ook zo, Deborah? Ja, in dit geval wel. En ik had de demo die ik nu ga laten zien, had ik gemaakt in de les die ik heb gegeven. En toen had ik hier een foto ook van geplaatst. En toen kreeg ik zoveel reacties van, oh, die wil ik zo graag zien. Dus daarom heb ik hem nogmaals gemaakt en dan als inlay op een Russian Almond. Ja, superleuk. Dus we gaan gauw kijken. Hoi allemaal, vandaag weer een leuke nieuwe demo en deze keer ga ik een hele vette inlay laten zien op de shape Russian Almond. Ik heb alvast de voorbereiding gedaan, de prep, en het schabloon geplaatst en die heb ik in een speciale houding geplaatst, zodat ik precies de mooie vorm van de Russian Almond erin krijg. Dus kijk maar even mee. Je kunt goed zien vanaf de zijkant dat de lijn vanuit de nagelriemen erg mooi recht naar voren loopt. Je kunt dat hier zien. Dus zorg dat je schabloon vanuit de nagelwallen mooi recht loopt. En dan gaat hier het schabloon omhoog. Om de mooie punt van een Russian Almond erin te krijgen. Als ik hem zo hou, zie je het nog iets beter. Ik begin met een laagje Power Gel Clear. Ik heb al wat bond aangebracht. En ik pak nu wat Power Gel Clear om de extension te maken. Die leggen we een beetje... Een deel op de eigen nagel en de rest op het schabloon. Nu ga ik voorzichtig met mijn acrylpenseel de verlenging maken. Sluit hem wel goed aan op het nagelbed. Ik ondersteun met mijn ringvinger het schabloon, zodat door de kracht die ik geef met het aanduwen van de Power Gel niet mijn schabloon naar beneden duw. En ik ga hem best een redelijke verlenging maken. En dan gaan we hem pinchen. Vanaf de aanzet van de nagel naar de punt. Hier laten we hem los en knijpen we de voorkant erin. Nu de verlenging is uitgehard, gaan we verder met de nagelbed. En ik heb op mijn palet een mixje gemaakt van extender en nude power gel. Ik heb ietsje meer extender gepakt, omdat haar huid ietsje lichter is. En als ik te veel nude pak, wordt die te oranje. Dat vind ik niet mooi. En dan gaan we voorzichtig de nagelbedverlenging maken. Zij heeft een hele slanke vinger, dus ik maak ook een slanke verlenging. En nu harden we hem even kort uit. Hij is nu een klein beetje voorgehard en op dit punt pinch ik enkel de hoekjes van de nagelbedverlenging. Niet de nagel zelf, enkel de hoekjes van de gel. Dit deel is nu uitgehard en nu gaan we door met de tweede laag van de Power Gel. We pakken nog een beetje op, brengen we al iets verder naar achter, maar nog niet volledig.
En brengen we over de eerder gezette verlenging heen. En aan geblend hebt aan het uiteinde. Hard je hem weer op dezelfde manier even uit. Even kort. De tweede laag is nu uitgehard. Nu begin ik met de laatste laag. En ook de laag waar het hoogste punt van de verlenging van het nagelbed in zit. Ga ook weer over de hele verlenging heen. En brengen we aan de bovenzijde wat rechter naar voren. Hier ga ik die scherpe hoek erin brengen. En dan breng ik hem daarna recht naar voren. De verlenging is totaal uitgehard en nu ga ik het muurtje veilen. En ook een deel van de bovenzijde van het nagelbed. Ik begin even met de aanzet van de nagel. Omdat ik dadelijk hier heel veel druk op ga geven, op dit punt, zet ik hem eerst hier vast. Bij dit punt. Ik haal hem enkel langs de nagelriem. Ga ik nu verder met het muurtje. We willen natuurlijk niet heel veel van de vorm eruit halen, dus hou hem best wel redelijk scherp. Dus nu pak ik de saffiervel. Dan ga ik even de scherpe lijnen erin zetten. Ja, we zitten hier heerlijk te genieten en te kijken hoe jij die nagel aan het opbouwen bent. En vooral zij was aan het genieten, hè? Ja. Dat is gewoon heel mooi. Jij mengt altijd de kleuren voor je nagelbed, hè? Ja, ja, klopt. En dat doe je per klant... anders. Maak je een andere verhouding daarin? Ja, ja, klopt. Als je een iets donkere nagelbed hebt, gebruik ik iets meer nude dan extender. Ik heb vrij lichte nagelbedden, dus dit was... niet op mezelf trouwens. Nee. Dit was op een klant van mij. Die had ik toen meegenomen als model. En die had ook vrij lichte nagelbed. En dan maak ik een keuze. Dus ietsje minder nieuw te gebruiken dan, en iets meer extender. En die blend ik. En dan breng ik hem in 3 wat dunnere lagen. Zodat je een hele mooie, wel dekkende laag krijgt. Maar dat het wel heel goed past bij de huid en bij de nagelbedkleur. Dus jij maakt echt het nagelbed in 1 tint? Ja. Terwijl jij vindt het juist mooier om een soort een verloop daarin te hebben. Ja, inderdaad. Ja, wij zitten daar natuurlijk over te kletsen, terwijl we aan het kijken zijn. Ja, wat ik heel erg leuk vind als ik zo'n nagel aan het maken ben, is dat die compleet dekkend dus is, ook aan de punt. Dus dat het nagel, de natuurlijke nagel, dus ook echt helemaal weg is. En dat eigenlijk kleurafloopend of dekkend, qua dekkendheid aflopend, richting de cuticle, waar die dan eigenlijk daar ook bijna geen dekking mee heeft. Dus ik ben daar meer aan het blenden, zeg maar, dan dat ik dat... in 1 kleur opzet eigenlijk. Dus gewoon wat ik mooi vind. Maar allebei kan, zolang de natuurlijke nagel maar gewoon verstopt zit onder de camouflage. Ja, want het is echt, dat zeg je goed, want het is echt, er is eigenlijk niks lelijkers dan een verlengd nagelbed waar je het nagelbed doorheen ziet. Ja, 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 daar moet daar je kan ik altijd heel erg, dat zie je wel eens op van die Amerikaanse Insta-pagina's. Ja, dan kijk je naar en denken, wat zie ik nou? Dat is ook vaak met een tip die dan niet geblend is, en dan zie je die hele rand nog zitten. Dat je of in het licht gemaakt. Ja, ook. Dus dat je eigenlijk het zonlicht van de onderkant ziet. Ja. Vreselijk. Het moet gewoon dekkend zijn. Ja, klopt. Ja. Dit is een Modern Elm met nagel. En in een Modern Elm met nagel heb je heel veel ruimte voor je inleven. Ja, zeker. In deze wel. Ja, ja, in deze wel, maar je gaat hier niet heel veel, heel veel elementen. Niet veel hoge elementen. Er gaat wel veel in, maar niet heel veel hoge elementen. Dus maar dat hoeft ook niet, want nu krijg je meer diepte. Ja. Dus ook daardoor kun je spelen met de hoogte van een Russian Almond. Omdat je ook op werk je vrij plat, krijg je toch, omdat die hoog opgebouwd wordt, echt een enorme diepte erin. Dat is zo gaaf om te zien. Dus je kunt ze wel met veel inlay, de hoogte in. En breng die dan zeker vlak aan bij het muurtje. Want als je die naar de top aanbrengt, dan vouw je het zeker af. Dat gaat gewoon niet. Je inlay die hoog is, zet je altijd aan de voorkant van je muurtje aan. Ja. En ook niet aan de zijkanten, want ook daar ga je hem wegvijden. Ja. Dus breng hem op het centerpunt aan. En daar zo kun je echt wel echt spelen met hoogte. Maar in dit geval is hij dus een laag, maar daar krijg je dus weer heel veel diepte van. Ja. Hey, met Deborah, wist je dan eigenlijk wel, hè, dat je deze inleiding ging je nou maken, maar wist je dus ook al wat voor inleiding je gaat maken en heeft dat dan ook eigenlijk invloed op de stand van je schabloon? Heb je hem dan ook iets hoger gezet of juist iets lager, omdat je qua inleiding niet hele erg hoge producten ging gebruiken? Nee, in dit geval eigenlijk niet. Normaal, deze nagel maak ik vrijwel identiek altijd. Dus mits ik hem wat minder extreem maak, dan gaat hij wel ietsje lager. Dus dan zou daar ook mee kunnen. Maar ga je dan werken met hoog inlay, dan moet je hem toch wat extremer maken. Omdat hij dan meer de hoogte in moet. Maar in dit geval heb ik hem gewoon gelaten zoals ik hem altijd maak. Nou, ik denk dat we wel willen gaan kijken wat ze ervan maken. Ja, eventjes benieuwd wat jullie ervan vinden. Stamping, inlay, nail art, nagel, modern, Elmond Neon way. Neon pigment. Neon pigment, van alles. Kijk even.
De verlenging is nu helemaal geveld. En nu ga ik verder met glasgel. En ik heb hier een liggen op mijn palet. De Cyan Blue en de gewone blue. En die breng ik een beetje gemêleerd aan op de verlenging van de nagel. Dus ik pak gewoon met mijn penseel van beide een flinke druppel op. En die breng ik over de hele verlenging van de nagel. Zo. We harden dit nog niet uit, maar op dit natte laagje leggen we heel voorzichtig wat flakes. Mijn penseel plakt nog, dus daarmee leg ik die flakes op de nagel. Zo, en dit harden we uit. Ja. Het blauw is nu uitgehard en nu breng ik een heel dun laagje base en top aan daaroverheen. Ook dat harden we even uit. De base en top is uitgehard en nu brengen we een laagje extreme mat aan. Ook over het hele verlenging. De extreme mat is uitgehard en nu ga ik verder met de inlay. Ik heb hiervoor op mijn plet wat liner gel black neergelegd. Ik heb de stempelkaart 33, de animal, erbij gepakt. En natuurlijk mijn stempel. Pak hem op. Dan brengen we hem over de nagel. Maakt niet uit dat je over nagelbed heen gaat. Dat halen we er wel weer af. Ik heb de stempel nog niet uitgehard, want ik ga nu gelijk verder met het muurtje inschilderen met de liner gel black. Als je het muurtje hebt ingeschilderd, hard je hem even 1,5 minuut uit. De liner gel black is uitgehard en nu ga ik voorzichtig het schabloon eraf halen. Schabloon los. Nu heb ik op mijn palet wat pigmenten neergelegd. Ik heb hier pigment neongroen, neonoranje en neongeel. En ik begin met de neongroen, dus een mix van pigment en bezentop. Voorzichtig, je moet even goed kijken. Kleuren we de binnenzijde, randjes, van de snakeskin in. En ga gelijk langs het groen, niet overheen, maar er langs. En als laatste pakken we ook de geel en alles zonder uit te harden. Als dit allemaal is aangebracht, harden we hem eventjes 30 seconden uit. De neonpigmenten zijn uitgehard en nu gaan we verder met de beelden gel clear. En daar gaan we de hele verlenging mee opvullen. Maar ik doe dat in meerdere etappes. Ik begin met een dun laagje en die kan ik daarna nog pinchen. En daarna vul ik de rest op. De eerste laag is nu uitgehard en deze ga ik voorzichtig pinchen. Niet te hard. Er zit natuurlijk ook nog glasgel onder. En dat is ook al een vrij harde laag. Dus als je nu te hard pincht, dan breek je de nagel. Lichte druk op de nagel. En hier aan de voorkant hou ik hem even vast tot hij een beetje is afgekoeld. Dan gaan we door met de tweede laag. Breng hem vanuit het midden naar de zijkanten en weer naar voren. De tweede laag die ik heb aangebracht, die pinch ik ook gelijk even. Ook voorzichtig, met lichte druk. Deze laag is uitgehard en gepincht en nu brengen we de laatste laag aan om het hele geheel helemaal dicht te maken. En de complete vorm in de nagel te brengen. Ook weer vanaf het center naar de voorkant. En je ziet dat ik minimaal over de nagel heen ga, over het nagelbed. De nagel is geveld en ik ga hem nu aflakken. Kijk maar mee naar het eindresultaat. De Supreme Finish is uitgehard en de nagel is klaar. Kijk maar even mee. En even aan de zijkant. En ik kan hem ook even laten zien vanaf de bovenkant dat hij heel erg doorzichtig is. Dat zie je heel goed de print. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en dat jullie weer inspiratie hebben opgedaan. En tot de volgende keer. Doei!
Ja, het was echt een stoere nagel. Ja, ja toch? En terwijl we hier naar die nagel zitten kijken, ging het gesprek ook gewoon lekker door. Ja. Want ik heb hier twee uitersten. Jullie maken, zijn alle twee gek op de Modern Elmer. Ja, ja, alle twee gek op inlay. En toch hebben jullie net kijken op een iets andere manier naar hoe die nagel dan moet opgebouwd worden. Ja, omdat het kan. Ja, nou zeker. Ja, dat is heel erg leuk. Er zijn meer leuk. Wegen die naar Rome leiden. Dus, nou, dat geeft het karakter aan de nagel. Ja, en dat geeft natuurlijk de stijl, de schwung, de handtekening. Ja, ja, ja. En ik vond het heel leuk, want hij is inderdaad heel transparant. Ja. Met die transparante delen en dan die vleekjes erin. Ja, je houdt ook wat open. Je kunt ook de hele nagel vol met vleek. Ik vond het echt mooi. Dat dacht ik al. Dan kom maar eens een keer langs, zal ik het je laten zien. Even setje zetten, even setje zetten. Maar die transparantie, is daarvoor het gebruik van de Builder Gel Clear ook echt een must? Eigenlijk wel, ja. Je zou het wel kunnen doen met de Power Gel Clear, maar dan wordt die toch iets minder helder natuurlijk dan met de Builder Clear. Een klein beetje cloudy. Heel klein beetje dan. Ja, een heel klein beetje. Maar ligt er ook nog aan welke inleden dan in? Dat sowieso. Maar hoe meer je transparantie zou willen, dan zou ik toch met de Builder Gel Clear aan de haal gaan. Dat is toch wel het mooiste. Zeker. Ja. Ik heb jij eigenlijk ook met gel, Jess? Ja, zeker. Sinds ik de Standard Builder Clear heb ontdekt, doe ik niet meer anders. Want het is echt, hè, dat heldere waar we het net al over hadden, ja, het is net glas. Je ziet echt zo scherp alle elementjes die je hebt gebruikt als inlay. Dus ja, ik wil niet meer anders, absoluut. Wisten jullie trouwens dat onze gels deze maand april 20% korting hebben? Het zijn in de aanbieding. Hey, dus als je hem nog niet hebt, zou ik hem zeker aanschaffen, want je hebt korting. Je wordt helemaal blij van, ik kan er echt niet meer zonder. En we hebben ook een nieuwe commercial van onze gels. Kijk maar mee. Prachtig, hè? Al onze gels allemaal gestopt in één commercial. Geweldig, want we hebben er nogal wat, hè? Weten jullie trouwens ook, stel, je ziet demo's, waar kan ik dan terugvinden? Welke producten heeft Sarissa gebruikt, of Deborah, of ik misschien? Dat kun je allemaal terugvinden op onze website, www.nailtalklife.nl. Naast alle productlijsten, die natuurlijk super fijn zijn om daar terug op te vinden, staan ook hele mooie step-by-steps, aparte demo's, interviews met de gasten die we hebben gehad in onze show. Dus ja, ga er zeker een kijkje nemen, want het is echt super interessant. Het volgende. Ik had natuurlijk verteld, hè? Wij hebben, Gino hadden we alles nail art, maar er staat er nog één te wachten voor jullie. En dat is ik. Ik zelf heb namelijk ook een demo gemaakt. En misschien herkennen jullie hem wel, net zoals Deborah ook een inlay heeft gebruikt, die jullie misschien ook al wel hadden herkend. Ik heb een demo voor jullie gemaakt en daar maak ik eigenlijk hetzelfde idee wat ik in de portraits e-workshop heb gedaan. Alleen maak ik nu niet een echt realistisch gezicht eronder, maar een heel schattig elfje met grote ogen. Kijk maar mee. Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer kijken. Vandaag wil ik jullie een handpainted design laten zien. Ik ga een heel leuk, schattig elfje met hele grote ogen schilderen. Maar die wil ik een beetje opleuken met een paar bloemetjes, hè, want ze kijkt achter die bloemen uit. En dat ga ik doen met stempels. Kijk maar gezellig mee. Dit is een hele leuke plaat met allemaal verschillende elementjes. Dit is de unicorn plaat en ik ga deze bloemen gebruiken. Die passen er niet allemaal op, maar ik pak een beetje van die kant en aan de onderkant vul ik hem ook nog op met ook een paar blaadjes. Dus daarboven misschien. Mijn tweede stempel heb ik nu ook al gezet. Beetje aan de onderkant van mijn nagel, want daartussen laat ik dus een prachtig elfje eigenlijk uit doorpiepen. Nou, ik ga alle outlines ga ik dus schilderen met Masterpaints. En ik ga dus beginnen met zwart. Maar ik gebruik straks ook een beetje wit. Prachtige kleur emerald, echt een must-have. En een heel klein beetje diep bordeaux voor haar lipjes. Nou, begin. En ik
ga ik echt, want ze krijgt echt een heel groot oog. Zo. Heel klein ooglidje. Nou, dan ga ik met haar oogbol. En haar pupil. Ik zet mijn penseel rechtop, want ik wil nu dunne lijntjes. Neusjes vind ik zelf altijd wel lastig om te maken. Kleine neusvleugeltjes. En dan neusgaatjes. En dit is gewoon lekker een fantasiefiguur. Misschien nog wat haartjes. Die hier ik een beetje langs laat lopen. Ik pak voor haar oogjes de prachtige kleur Emerald. One of my favorites, echt waar. Ik heb al een druppeltje op mijn palet gelegd. Ga ik heel een beetje water doorheen mixen. Ik doe dit nu ook met mijn Master Detailer. Omdat dit zo'n klein hoekje eigenlijk is. Klein randje wat ik kleur ga geven. Maar als je dit lastiger vindt, dan pak je een iets groter penseel. Whatever works for you. Ik pak nu even een heel klein beetje Deep Bordeaux. Heel klein beetje heb ik nodig. Voor haar lipjes. En ik vind het altijd leuk om twee stipjes in een oog te zetten. Het is geen must. Een grotere en een iets kleinere. En nou moet haar oogbol natuurlijk ook wit. Dus ik leg een heel klein druppie. En ik trek echt met het puntje van het penseel naar beneden toe. Ook met zwart. Maar dan weer heel transparant. Dus een klein nat druppeltje leg ik in de bovenkant. En ik rol mijn penseel leeg. Ik ga eigenlijk een beetje over mijn wit en over mijn emerald. Daardoor krijg je net even iets meer diepte. Een heel klein beetje schaduw is eigenlijk wel logisch onder die bloemen, hè. Is ook heel transparant zwart. Al mijn handpainting shizzle is klaar. En nu wil ik die bloemen op gaan leuken. En chameleon flakes, oh, zijn geweldig daarvoor. Dus kijk maar mee. Ik heb een druppel bezentop. Die leg ik op mijn palet. Wat je zou kunnen doen, want ik ga deze bloemen ook nog weer kleur geven. Ik gebruik nu de glass polishes. Maar je zou het ook heel erg gaaf kunnen doen met bijvoorbeeld onze aquacolors. Oké, al mijn flakes zitten erin en zijn uitgehard. Dus dit ga ik aflakken. Ik wil mijn eindresultaat mat. Ik zit natuurlijk met die masterpaints, dus ik ga eerst bezentop. Eén laagje bezentop uit de lamp halen. En dan ga ik mijn kleur ook nog, glaspolishes ga ik gebruiken, om de bloemen ook nog weer kleur te geven. Kijk maar mee. Dus ik moet eerst een bezentop plaatsen over mijn design. Dan pak ik even wat druppeltjes glass polish. De rood, de roze en de geel. Onderling kun je die echt prachtig mixen. Dus ook een beetje oranje kun je maken en zo, hè. Dus dat gaan we eerst even doen. Bezentop heb ik uitgehard. En nu doe ik het laagje extreem matte topgel. Even goed schudden voor gebruik. En daarna zijn onze glass polishes aan de beurt. Pak mijn detailen 3 en ga kleur geven aan die prachtige stempelbloemen. Beetje random.
En omdat die glass polishes transparant zijn, blijf je dus die flakes ook echt prachtig zien. Ze mixen ook echt prachtig met elkaar. Oké, nu hebben we eigenlijk die ondergrond al klaar, hè? Die is mat. En die bloemen die moeten we eigenlijk nu alleen nog beschermen. Ik ga al mijn bloemblaadjes strakjes overtrekken met de Supreme Finish. Puur omdat die high shine is en hij heeft geen plaklaag. Ideaal, dus dat is lekker makkelijk. En ik ga liner gels gebruiken om mijn bloemen nog meer power te geven door de zwarte lijnen ook echt een mooi contrast te geven met die prachtige kleuren die we hebben gebruikt. En ik laat nu ook heel bewust het kroontje, het hartje van mijn bloemetje eigenlijk open. Zie de stempel dan gewoon als een schets, als een kleurplaat waar je eigenlijk je eigen creativiteit nog op kunt laten potvieren. En zo doe je dat dus met elk bloemblaadje en dan laten we straks gaan we die strasjes toevoegen. En dan is dit het eindresultaat. Deze elfjes, kijk nou hoe schattig. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Graag tot de volgende. Doeg! Merkte je ook dat ik ook zacht ging praten toen ik mijn elfjes zag liggen? Zo cute. Hey, Cerise, heb jij toen meegedaan hè, met die e-workshop of niet? Ja, hartstikke leuk. In de eerste instantie dacht ik, oh mijn god, ja, dit ga ik nooit kunnen. Ik ga deze gewoon even skippen. Heb ik niet gedaan, daar ben ik wel heel erg blij om. Volgens mij was ik zelfs bij je, hè? Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, hartstikke leuk. En weet je, Jess, jij hebt me echt aan het schilderen gebracht, ja, hoor. Hè? Ik ben nog niet overtuigd van masterpaints, vind dat erg moeilijk. Maar ik probeer wat jij doet dan met gel te doen. En ik heb heel veel leuke dingen ook opgeslagen, omdat ik jouw technieken heb gezien. Hoe pak jij dat nou aan? Heb ik zoiets van, nou, ik wil dit dan ook wel doen, maar dan met mijn eigen afbeeldingjes. Dus ik heb heel veel leuke dingen opgeslagen. En zodra ik daar lekkere tijd en de ruimte voor heb, dan ga ik dat ook eens maken, Jess. Want ja, heerlijk, dat cartoonisch-achtig. Ja, ik ben wel fan. Ja, leuk hè. En je hebt natuurlijk, ja, dankzij mij, de master detailen ontdekt hè. Oh ja. Want die, ja, daar werkte hij eerst niet mee hè. Ja. En nu wel. My favorite little friend. Zeker. Zeker weten, ja. Ja, werkte je daarvoor niet met de master detailen? Nee. Ik was even aan het kijken waar de camera naartoe ging. En ik had hem gekocht en ik ging aan de slag. Ik denk, oh, ik kan het ook. Dat is heel fijn. Dat ligt niet aan Jessica, dat is gewoon dat penseel. Ja, die doet het uit zichzelf. Nou hè? Ja, het is wel echt een wereld van verschil. Ja, als je weet hoe je hem moet gaan gebruiken, ja, inderdaad. Zeker. De master detailer is een geweldig penseel. Zeker waar. Dat, maar goed, in ieder geval. We hebben het al gehad over hoe moet je nou dit verkopen, hè, die inleennagels. Ja. Dat is best lastig. Mm-hmm. Marketing is natuurlijk in het algemeen lastig, want je moet natuurlijk wel je klanten laten weten dat je er bent. Ja. Kaas, zoals jullie weten. Ja. Hè? Ja. Ja. Nou, en over die kaas heeft Cheryl vanavond weer een tip. Goedenavond. Vanavond weer een nieuwe saloncoaching. Ik ga het hebben over toegevoegde waarde. Want wat is dat nou? Nou, eigenlijk alles wat iets toevoegt aan je behandeling, aan een dienst, aan een verkoop, aan een beleving. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Van een simpel kopje koffie, wat natuurlijk al heerlijk is. Misschien wel een keuze uit een cappuccino of een espresso of een chocolademelk. Om dat wat meer uit te breiden. Dat kan een toegevoegde waarde zijn. Maar natuurlijk ook een reparatieuurtje. Zo hebben wij in de salon op vrijdagmiddag standaard aan het einde van de dag een reparatieuurtje. Zodat als iemand een gebroken nagel heeft, daar niet een aparte afspraak voor hoeft te maken. Maar wel voor het weekend weer mooi 10 nieuwe nagels heeft. Dus tussen 4:30 en 5:30 kunnen ze binnenlopen om de nagel te laten repareren. Hartstikke handig. Maar het zou ook bijvoorbeeld een ophaalservice kunnen zijn voor de klant die even niet mobiel is. Of een extra leuk ingepakt cadeautje. Je weet wel, een cadeautje maken van een cadeautje. Dat kan net weer wat extra zijn om het als service te bieden naar jouw klant. Nou, wat bied jij aan als toegevoegde waarde? Wat doe jij extra voor jouw klant,
wat jou net wat specialer maakt dan de collega. Ik ben erg benieuwd. Ja, toegevoegde waarde, dat was natuurlijk het kaasonderwerp van vandaag, oftewel het verkoop-marketingonderwerp van vandaag. En toegevoegde waarde is best wel, daar kun je heel ver in gaan. Hè? Nou, Deborah, wat is bij jou bijvoorbeeld jouw toegevoegde waarde? Nou, eigenlijk ben ik dat zelf, als ik het even zo mag zeggen. Ik doe natuurlijk al best wel heel lang nagels en inmiddels ook heb ik wel een naam daarin opgebouwd. En mensen komen eigenlijk voor mij en de dingen die ik hierin uitvoer. Mm-hmm. Ik doe natuurlijk echt wel heel veel dingen. Ik zet eigenlijk bijna alles wel. Dus mensen komen echt voor die expertise en alles wat ik wel kan. Dus ze komen echt wel voor mijzelf. Ja, dat herken ik ook wel hoor. Ja. Bij mij kwamen mensen ook wel mezelf. Kijk, je vindt iemand leuk of vindt iemand niet leuk. Dat is natuurlijk altijd sowieso, zo. Hè? Ja. En Cerise, heb jij een bepaalde toegevoegde waarde? Ja, eigenlijk kom ik daar. Ik wou hetzelfde als Deborah zeggen. Nee, ja, ik denk dat kan ik ook niet maken. Ik heb daar natuurlijk ook even over na zitten denken toen ik dit filmpje heb gezien. En als ik nou even moet gaan kijken naar toegevoegde waarde zakelijk gezien. Bij ons, want je moet eigenlijk wel ondernemen hè, om dat te kunnen begrijpen. Ik ben een hele slechte ondernemer eigenlijk. Ik zie mezelf dan meer als een kunstenaar. En ik zie wel wat ik ermee verdien, dus het is eigenlijk een slecht voorbeeld. Maar zou ik kunnen zeggen, als je eventjes goed kijkt in verdienstmodule, hè, hoe komt dat naar je toe? Dat is de koffie, is bij ons net als bij Starbucks. Dus dat is geweldig. Iedereen is gek op die koffie. En het vooral gezellige, drukke, chaotische aspect, dat wat bij ons in de salon altijd gebeurt, dat is voor ons eigenlijk wel de toegevoegde waarde. En daarbij komt natuurlijk wat Deborah zei, ja, mensen willen graag een keer nagels van jou, maar dat even terzijde. Dus bij jou dus echt een beleving? Ja, bij ons is de beleving en eigenlijk niet. Ik vind van Cheryl zo leuk dat zij heel erg over nadenkt en heel erg in het gevoel van de klant meegaat. Mm. Nou, bij ons is dat gewoon helemaal van de baan geschoven. Je komt binnen en je hebt het maar te doen met de ellende die er is. En als je bij ons ook kwam werken, als we een sollicitatie hadden, had ik allereerst uit zoiets van, ben je een beetje stressbestendig? Want het is hier echt een gekkenhuis, chaos, iedereen praat door elkaar heen. Tegenwoordig wel een stuk minder natuurlijk, nu met COVID ook. Ja. Dat is echt een stuk minder geworden. Maar jullie zaten bij jou in de salon ook echt in een rij, hè? Ja, wij zaten in een rij met vijf en het ging allemaal over de toonbank en lekker cocktailtje erbij natuurlijk in de weekenden. En altijd goede koffie. Wij hebben enorm geïnvesteerd ook in koffie. Mm-hmm. Dat mag wat kosten bij ons, dus dat ook. Maar het is niet zo dat ik nou dacht van nou, ik ga jou... Ja, de scrub. Is wel toegevoegde waarde bij ons. Ja, het behandeling afsluiten met de scrub. Ja, want nu zit ik daar meteen aan te denken. Je krijgt gewoon een lepeltje scrub, je gaat zelf scrubben. En de klant heeft zoiets van, ah, wat heerlijk, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik zo lekker nog even kon scrubben aan het einde. Maar verder, ja, je hebt het er maar te doen met wat het is eigenlijk. Ja, alles loopt door elkaar heen. En er is weinig echt, zelfs met kerst krijgt niemand wat van mij. Vergeet jij geen kerstpresentje? Vergeet het, ik heb het druk en dan denk ik, oh ja, ik heb gezien dat jouw collega had van die leuke kerst. Ja, sorry. Weet je wat, doe mij even lekker in de paraffine dompelen en dan heb ik afgelopen jaar gedaan. Ik ben niet attent. Dat weten we. Heel, heel vervelend. Ik ben wel heel aardig en ik zal zorgen dat je mooie nagels hebt. En ik zal je nooit bedonderen, maar ja, ik ben niet attent. Nee, dat zou ik wel eigenlijk wat meer Ik vergeet ook heel vaak dingen hoor. Ja? Ik vergeet ook heel vaak dingen. Nou, ik ook en doe ik het op echt het laatste moment. Ga ik op echt nog een week voordat het allemaal begint, ga ik nog even de winkel in. En denk ik, oh ja, ik moet dingen halen. Een week vind ik dan nog... nog ruim. Maar in ieder geval zoek dus jouw eigen toegevoegde waarde. Want die toegevoegde waarde kan jou helpen, jouw salon en jezelf beter te positioneren. Ja. En denk dan breed, hè, zoals Cheryl zegt. Dus ieder aspect van wat jij eigenlijk vanzelfsprekend vindt in jouw salon of in jouw werk, kan in zichzelf al de toegevoegde waarde geven. Ja, zeker. Klopt. Dus en profileer jezelf, hè? Ik zeg gewoon, maak je eigen bekender in je buurt door de dingetjes te uiten. Ja, ik heb ooit eens met een marketeer gesproken en die zei, jij bent altijd je onderneming. En dat begreep ik op dat moment niet. Ik dacht, wat is dat nou voor een man? Maar eigenlijk, je moet gewone momenten bijzonder maken en dat ben je altijd aan het doen. Ja, maar het ligt er ook nog aan met wat jij, misschien wordt het een lang onderwerp hoor, maar wat heel belangrijk is om te kijken, eerst van tevoren, wat voor nagelstyliste wil jij zijn? Wat is jouw specifieke doel met jouw vak? Kijk, mijn doel is altijd geweest, ik heb gewoon een man en
Dus ik hoef niet speciaal boodschapjes bij elkaar te verdienen. Dus ik wou graag mooie dingen maken. Dat was mijn doel. Dus ben ik ook mooie dingen gaan posten, al deed ik daar de hele dag over. Want ik wou dat mensen daarvoor dan kwamen. En dat ik daar uiteindelijk niks mee verdiende, vond ik nog tot daaraan toe. Maar als jij toch echt meer omzet wil draaien, dan zul je toch wel moeten kijken op welke manier je dus naar toegevoegde waarde moet gaan zoeken. Inderdaad, het verkopen van producten, dat soort dingetjes. Ja, geef mensen dan net even een handmassage extra, dan gaat je verkoop omhoog. Voor mij is dat nooit zo geweest. Ik heb altijd meer de kunstenaar in mezelf opgezocht. Mm-hmm. Ja, ik begrijp wel wat je daarmee bedoelt. Ik heb ook altijd meer de bevrediging gevonden in het maken van die mede mooie nagels. Ja, in plaats van nagelremolie kopen. Ja. Wat wel echt heel belangrijk is. Ja, klopt. Ja. Dus nou, ik heb zelfs de fout gemaakt om het gewoon weg te geven. Maar wat ik marketeer bedoelde, is dat je altijd je eigen onderneming moet uitstralen. Ja. Je moet altijd je visitekaartje bij de hand hebben. Je moet je nagels mooi hebben. En daarom zeg ik altijd mooi. Hè. En zorg niet dat je met 3 afgebroken nagels in de rondte loopt. En nee, moet altijd goed zijn. Altijd on fleek zijn. Ja. Nou, we kunnen hier natuurlijk, zoals jullie merken, uren over praten. En dat is ook zo leuk van deze show op de woensdagavonden. Ja. Volgende week gaan jij en ik live. Ja, leuk hè? Op woensdagavond. Ja, gezellig. Nieuwe producten. Ouderwets. Ja, ouderwets. Leuk op de woensdagavond. Heb echt zin in. En dan zijn we natuurlijk, laten jij en Jessica ook nog wat leuke deel nail art zien. Dus dat wordt een hele avond in het teken van de nieuwe producten die we dus binnenkort gaan lanceren. Het wordt heel erg leuk. Aanstaande maandag is er geen live workshop, want dan is het tweede paasdag. Daarom doen we die woensdag ook live. Dus we hebben die week even iets anders ingedeeld. Ja. En aanstaande vrijdag, ik moet even kijken hoor, want al die dagen lopen intussen door elkaar heen, soms in mijn hoofd. Aanstaande vrijdag gaat het in de internationale show over de non-filing techniek. Super interessant. Super interessant. Is het ook een belangrijke techniek? Ik denk van wel, want je leert onwijs veel over je productcontrole. Ja. Dus ik denk dat al moet je maar minimaal veilen of al minder veilen, dan is dat heel fijn. En als je dan gewoon helemaal niet meer hoeft te veilen, dan heb je de perfectie gevonden. En je leert heel goed kijken naar die nagel, naar de oneffenheden, naar de structuur. Ja. Het is echt, hoe moet je dat egaliseren? Ja, absoluut. Het is echt een hele goede aanvulling. Gewaarwording, maar gebruik jij ooit de non-filing techniek als zijnde niet veilen? Nee. Nee. Nee, persoonlijk niet. Nee, het zou kunnen, maar ik ben natuurlijk oldschool, als ik even zo mag zeggen. En ik moet een vuil vasthouden. Ja, al ook. Is het maar even eroverheen, helemaal 100% niet veilen. Nee, dat gaat voor mij helaas niet op. Maar het is wel heel, heel goed om te doen een keertje. En gewoon probeer het. Ja. Dus zeker en we laten kijken. Heel veel verschillende manieren zien. Ja. Of onze internationale trainers laten verschillende methoden zien. Ja. Nou, een hele volle avond, hele leuke avond. Wij gaan terug naar Jessica. Ja, dat was het zeker. Een hele drukke avond ook. Nou, ik vond het super interessant en ik hoop jullie ook. Volgende week inderdaad hebben we natuurlijk weer een nieuwe show voor jullie staan. Maar vergeet niet, natuurlijk het kortingsweekend. 9 tot 12 april hebben wij het online kortingsweekend. En daarin krijg je dus 20% korting op alle oude producten. Het oude vertrouwde assortiment. En komen er nieuwe producten uit, dat wou ik zeggen. En natuurlijk 10% korting op onze elektrische apparatuur. Vergeet ook niet de nieuwsbrief. Als je er nog niet lid van bent, geef je dan op via info@nailtalklive.com of .nl. En daarin kun je van allerlei nieuwe dingetjes zien. Dus alles wat er nog komen gaat, dat kun je daarin terugvinden. Vergeet ook niet, je moet heel veel onthouden, YouTube. Als je nog geen lid bent van YouTube, abonneer je dan. Want ook daarin staan alle losse demo's, die zijn daar terug te vinden. Dus alle demo's die te zien zijn geweest in voorgaande shows, die kun je daar gewoon lekker terugvinden in alle rust. Dus abonneer je, zet je notificaties aan en dan blijf je gewoon altijd op de hoogte. Goed, dat was toch echt het einde van de show, hè? Super bedankt voor het kijken, lieve allemaal. En ik zie jullie heel graag volgende week weer terug. En we sluiten altijd af met een commercial. En dit is echt een superleuke commercial. Ik word er een beetje hongerig van, want ik heb wel een beetje sweet tooth. Dus het glazuur klapt ook van je tanden af. Ik sluit af met jullie en zeg graag tot volgende week met de commercial Naughty on My Nails, especially for you. Doei doeg!